We gaan voor die PEC Zwolle, jongens. PEC Zwolle, blijf een PEC Zwolle voor die patch. Kom op, kom op, kom op. PEC Zwolle, PEC Zwolle. Bruh. Yo, mensen. En welkom bij de best lopende Pokémon-serie van heel Nederland. Is dat zo? Ik heb eigenlijk geen idee. In ieder geval, als dat zo is, dan ben ik heel erg trots. Ik ben zo trots, jongens. Want wij zijn super cool en wij vinden Pokémon awesome. Dus bij deze, jongens, krijgen jullie hier een mooie Bateend. Alright, genoeg random shit. We zijn hier net met Whitney geweest te praten en daar heb ik helemaal geen zin in. Want fuck Whitney, Oké, de game is nog niet gecrashed, dat is een goed teken. Hallo Team Rocket Lid. Oké, dan zeg je toch niks, joh, vieze vuile boef. We gaan kijken wat hierin zit, want hier staat wifi en ik hou van wifi. Gratis wifi! Ah! Jongens, de wifi was op, het spijt me. False alarm. Maar wat is de bedoeling? Dat is natuurlijk wat je vraagt. Nou, geen idee. Nee, even serieus, ik heb echt geen flauw idee. Weet je wat? Ik ga hier wel in dit huisje naar binnen toe. Ik denk dat ik hierin moet. Het is de man van de fiets. Hallo, mag ik een fiets? Could you ride a bicycle and advertise for me? Tuurlijk wil ik dat. Oké, dan moet ik alleen mijn naam en mijn telefoonnummer geven en dan krijg ik een gratis fiets. Helemaal mooi. Helemaal hartstikke mooi. Jongens, zo krijg je gratis fietsen. Gewoon zeggen van hier is mijn naam, hier is mijn telefoonnummer en dan heb je een fiets. Sorry Milan, wat zei je? Ik wil fietsen. Oh ja, ik snap hem al. Altijd die Milan grapjes tussendoor. Ze doen het altijd heel goed. En wat het niet goed doet is natuurlijk hoe ik er verder moet komen. Want nu ben ik bij de market en ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. Hallo meneer, wilt u met me praten? Oké, u bent echt tering saai. Ik weet echt niet wat ik hier... Ik weet echt niet wat ik wil doen. Oh, dus dat gaat hier gewoon boven verder. Oh, hey, hallo, dit is de gym. De gym leader Whitney has been flying by saying I have to go to the radio car. Oké, we moeten een radiocard hebben. Nou, dat is leuk voor haar. Maar we zijn hier bij waar zeggen. Hallo, hallo, hallo meneertje. Wil je... Nee, ik kom mijn nickname helemaal niet veranderen van een Pokémon. Wel fijn dat u er bent. U mag er wezen, ik zag u staan. Alle... Oh my god, het is Meryl van RD. Brandon. Oh, dat was Even. Oké, dat kan ook. Hoe kom ik op Brandon? Ik heb geen flauw idee. Even. Hey, penis. You are just in time. Ik weet het. Ik weet het. When you follow this to know, you'll see the dress-up show. Oh my god. Ik hou je back. Ik wil het snel zien. Ja, hoppakee. Ja, dankjewel voor je fashion case. Ik snap niet waarom je erbij draagt, maar ik heb hem nu. Doei, Even. Ik ga snel naar beneden, want ik wil die fashion show zien. Snel, snel, snel. It's time for fashion. Fashion. Oh, er zijn ook letterlijk trainers hier. Oké, nice. Yes. Nee, dat was echt wat ik nodig had, dit. Echt waar. Nee, dankjewel, Dinoman. Een Lambre. Lambre is een coole Pokémon. Maar niet cool genoeg. Headbutt in de face, jongen. Hoppakee, jij bent dood. En Bacon is level 25, zwa. Betekent dat hij al gewoon op een... Oh my god, hij lit Ember. Holy shit, dat is fucking goed. Tuurlijk laat ik hem Ember leren. Dat is fucking een vuuraanval, man. Oh yeah. En natuurlijk wil ik Coco ook lekker laten trainen. Dus ga tegen elke Zem vechten, mijn vriend. Ook als hij 3 levels hoger, jij kan een hypnotiseren. En hij mist attack. Waarom mist Coco altijd zijn attacks? Dat is echt super raar. Ja, mist hij hem weer. What the fuck? Oh my god. Waarom mist je steeds Coco? Het is hypnosis. Dan ga je dood door confusion. Nee, Coco, hypnosis. Waarom mist Coco elke aanval? Dit slaat nergens op. Coco kan niks. Ze had ook echt keen eye. Prevent the Pokémon from losing accuracy. Ja, je mist alleen maar alles, man. Zo accuraat ben je ook weer niet. Je accuracy van hypnosis is 60%. Je wilt niet zeggen dat ik elke keer bij die 40% zat. Maar hey, wat kan ik gaan doen, hè? Oké, Baker. Ik vind dat jij het af mag maken. Niet dat je iets moet afmaken, want we zijn net begonnen. Kut, ik doe rage. Hot samen, wat gaat dit lekker? Elke Zem, you're Elke Dead. Snap je hem? Want ik heb een lepel in mijn hand. Ik vind mezelf heel grappig. Daarom heb ik 100.000 op mijn neus. La 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 la. Hallo meneer, ik wil meedoen. Ik wil fashion eruit zien. Ik wil doen. Ja, let's go. Oké. Ja, ik wil graag uitleg hebben, ja. Alright, we gaan natuurlijk Bacon opvrolijken. Oh my god, ik kan hem mooi maken. Bacon, wij geven jou mooie veren. Die veren passen trouwens wel heel erg goed bij je kleuren. Jij krijgt van mij een mannelijke snor. Dat zijn de enige kutdingen die je kan maken. Nou, dan heb je ook nog een konijnenstaart. Wat vind je daarvan? En nu ben je in de stad. Ik vind hem mooi. Jee, wat was dit tering leuk. Nou jongens, dit was echt even leuk. We willen hem noemen... Easy. We noemen het Easy. Easy. Oh, yes. I got it now. Ja, vind ik ook helemaal mooi. Ik wil zien waar hij staat. Waar staat hij? Staat hij hier? Hij staat hier, hè? Kijk, hij is mooi. Penis Easy. Hij is wel fucking mooi. Kijk, meneer, wat vindt u van mijn foto? Oh, ja, tuurlijk wil ik 100 euro. Of ik ben... Oh shit, ben ik 100 euro kwijt? Ik heb gewonnen! Is dat ik heb gewonnen? Wat heb ik gewonnen? Ik heb een retropipe gewonnen. Yes, jongens, ik heb gewonnen. Kan ik nog meer van die dingen doen? Ja, tuurlijk wil ik nog een keer. Ik wil nog een keer 100 euro winnen. Of ja, ik heb weer gewonnen. Ik heb mijn pink. Oh, nu krijg ik al die coole dingen. Nu kan ik echt een fashion show doen. Nog een keer 100 euro uitgeven. En kijken, we hebben weer gewonnen. Jongens, ik blijf het eventjes heel lang doen. Ik krijg op het moment echt tering voor accessoires. En Even belt me. Waarom bel je me, Even? Hello, this is Even. How are you doing? Ik vind het helemaal mooi. Even, hou op met mij te bellen. Ik vind jou heel stom. Zie je dat ik mijn geld aan het uitgeven ben voor accessoires? En weet je wat? Ik ben er serieus al meer dan een
kwartier lang ben ik hier aan het klikken en ik win nog iets. Yay, leuke dingen gewonnen. Ik ben benieuwd hoe het zit met mijn geld trouwens, want ja, ik ben voor mij echt bijna blut. We gaan kijken op ons paspoortje. Wij hebben op het moment nog 27, oké. We hebben nog genoeg geld om meer dingen te doen, maar ik ben wel benieuwd of ik nou echt meer dingen kan. We gaan gewoon eventjes voor de grap even kijken of wij nu meer fashion dingen kunnen maken. Oké, we gaan bacon opnieuw opmaken en even kijken hoe mooi die wordt. Nou, hier hebben we geen kut dingen nieuw. We hebben nog steeds die kutsferen, we hebben nog steeds die kutsnorretjes. Maar kijk, we hebben heel veel confetti en zelfs een Snoopy. We hebben, oh my god, wat is dit allemaal? Een cape, een microfoon, een carpet, een bed, een fucking pijp. Oh my god. We hebben hier ook al tierlijk veel nieuwe dingen. Oh my god, dit is echt cool. En we hebben dit. Oh my god. Wij gaan bacon even opnieuw opmaken. Natuurlijk krijgt deze oude outfit ook even lekker terug. Ik hoop dat hij deze supercoole cape draagt. Oh yeah. Stick is het bacon in One Direction, zie je dat? Hij staat op een vliegend tapijt als One Direction. En ik doe die veren weg, want hij is op het moment bijna aan het trouwen. Met een boom in de achtergrond. Heel mooi dit allemaal. Met confetti hier en confetti daar. En hier een mooi parasolletje. Jongens, kijk hoe mooi. En we hebben ook nieuwe landschap. Oh my god, dit is echt heel mooi. Jongens, hij is perfect. Hij is perfect. Hij is nog nooit zo mooi geweest. Ik ben zo trots. Wij noemen hem Baby. De Baby. De Baby van Squakancy. Nou, weet je wat, jongens? Ik vind het helemaal mooi geweest. Ik zet echt heel mijn tijd hier verneukt, jongens. Hé, hey, bekijk positief. Ik heb ook jouw tijd verneukt. Goed, we gingen toch op zoek naar tickets of zo voor die vrouw. Dat moet ik ook natuurlijk nog doen. We gaan even met Whitney praten, hoor. Want ik snap echt niet wat ze allemaal aan het doen is. Whitney, ik wil gewoon met je vechten. Hallo, Whitney. Oké, misschien moet ik met haar praten om de quiz natuurlijk te doen. Oh, oké. Ik moet dus 5 van die fucking vragen. Oké. We gaan voor de quiz, jongens. We gaan voor de quiz. The first question. Lijkt net een mop van een tijger. Can you check the pocket? Yes, that we can do that. Hoppakee. The arena can only be female. True. Dat is waar. Zeker waar. Kurt, the Pokeball creator used an apricorn. Yes, zeker waar. Oh, dat is niet waar. Oh, dan heb ik het fout. YOLO. Is it possible to use a TM on Magikarp? Is that true? No, that's not true. Oh, is dat true? Kun je geen TM's op Magikarp laten leren? Ik ga het even meteen googlen. En is godverdomme nog waar ook. Magikarp kan met 3 aanvallen leren. Begin heeft hij Splash Blow. 15 leert hij Tackle. En level 30 leert hij Flail. Oké, dan. Ik had dat echt nooit geweten. Ik dacht dat je misschien wel iets aan hem kon leren. Maar hey, de mooie nou. Goed, jongens. Laatste vraag. De enige laatste vraag. Is Professor Oak popular show? Pocket Show on with Maria. Weet ik veel. Ja. Oké, krijg tering. Ja. En dan gaan we hier naar ja toe. En dan gaan we hier naar nee toe. Hier zo. En dan gaan we hier ook zo meteen. Gaan we naar ja toe. En dan gaan we nu weer naar nee toe. Want de laatste vraag is nee. Hé, bingo. Bingo. You got it. Congratulations. Dankjewel. Here's your prize. Our radio card. Dankjewel. En weet niet, je krijgt de tering. Want ik heb... Ja, wat ga je doen? Well, you did it. I thought the answer on the third question was subtly upper courts. Oké, boei me geen flikken. Oeps, it's time to get back to the gym. Doei. I'm going to wreck your ass. Joey, waarom ben je me aan het bellen? Geen zin om met je te telefoneren. En je weet wel dat ik in de vorige episode natuurlijk een ophef heb gemaakt over Whitney's mailtank. Maar ik ben er bij mezelf van, het is een randomizer. En zelfs de gymleaders zijn gerandomized. Dus de kans dat ze een fucking mailtank heeft, het is 1 op de 0. 1 op de 0 is eigenlijk best wel hoog. Ik bedoel mee te zeggen 0 op de 1. Als in praktisch onmogelijk. But hey, what can you do? Het is tijd dat we naar Whitney toe gaan om natuurlijk de gym te verslaan. Waar ben je, Boefie? Hallo, wilt u wat me wat geven? Dat wilt u vast wel. U wilt me geen niks geven? Oké, krijg tering. Alright, we gaan hier naar boven toe en we gaan kijken waar Whitney is. Daar is Whitney, dus dan gaan we deze kant op lopen. Even kijken, even koekloeren. We gaan hier naar beneden, we gaan hier naar boven. En als het goed moeten we met die vrouwen gaan vechten hier zo. Dat vind ik helemaal mooi. Het is beauty Samantha! Vieze vuile tieve Samantha. Zet je poes in de fik, jongen. Oh, dat doet niet zo heel veel damage. Dan doen we maar een bite. Kijken of dat wel meer damage doet op hem. Ja hoor, kijk eens aan. Hij is gewoon praktisch dood. Bacon krijgt lekker wat XP. Lekker, lekker, lekker. En ik ga de Pokémon switchen natuurlijk naar Coco. En ik ga testen of Coco hypnose kan doen. Want als hij dat niet kan doen, kan hij de tering krijgen. Oké, Coco heeft misschien wel heel veel levels hoger, maar je mag het proberen. Oké, voor mij gaat hij eerst nog dood. Oké, fuck. Oké, sorry Coco, maar je bent echt veel te zwak, man. Coco is te zwak, jongens. En Bacon gaat... Goddamn, doe ik weer rage. We doen headbutt op de face. Doei, doei, schattenbouw, wat ik hou van je. Doei. Ik heb gewoon echt die XP share nodig, jongens. Echt waar. En loopt hier godverdomme gewoon dood, man. Fuck, waarom ben ik hierheen gelopen als het hier toch doodliep? Oké, blijkbaar kunnen we wel deze trap hier nemen. Oké, en dan hierheen, denk ik. En dan hier. En dan moeten we met deze vrouw vechten. Huh?
Ik heb geen flauw idee. Deze Pokémon is level 9. We steken hem in de fik en we maken hem dood. Holy shit, wat doet Ember weinig damage, man. Holy shit. Lijkt me niet zo'n goede aanval. Jammer. Het is wel grappig. Nu heeft hij Noctowl. Noctowl is natuurlijk de evaluatie van Hoothoot. Die gaan we eventjes rekken. Oké, ik ben wel bijna dood. Hij heeft net een kill hit op me gedaan. Oh my god. Snel, snel. Kill hem. Kill hem before it takes X. En dit keer klopt het, want het is een vogel. En hij kan eieren leggen. En hij is neer. Hoppakee. Lekker sappig. Dankjewel. Bijna level up Nidoran vrouwtje. Dan weten we nog van de quiz. Nidoran vrouwtje is alleen maar een vrouwtje. Voor iets in de rug. Ik heb geen flauw idee meer wat het was. We gaan hem headbutten. We maken die man even lekker dood. Easy Elo, easy life. Jij bent dood op je prijs. En we winnen. Yay. Moeten we niet hierin lopen? Dan kunnen we zo hier. Oh, kijk. Dit is de weg. Hier zo door het poortje. En dan gaan we hier met deze trainer vechten. Dan met die trainer vechten. En dan kunnen we naar de gym leader toe. Kijk, een Shogun. Oh, dat is de evaluatie van Bagon. Kijk, Bagon. Als je later groot bent, word je net zoals hem. Niet dat je daar trots op moet zijn dat je een van de gigantische bal bent. Maar in ieder geval, je wordt het wel. En hij doet. Oh my god. Ik ben bijna dood. Oké. Laat ik even een super potion nemen. Want dat is heel slim. Shogun, jij vieze tieve slayer. Hij doet rage. Hij doet headbutts. Hij heeft gewoon precies dezelfde aanval als ik. Maar hij is niet zo sterk als ik. Dus hij is gewoon lekker dood. Ik heb gewoon van mijn evaluatie gewonnen. En ik ben level up. Level 26. Lekker gedaan, Bacon. Normaal gesproken ben je pas level 40. Als je evolueert in die man. En level 50 natuurlijk in je laatste evaluatie. Maar dat maakt niet uit. Oké. Hallo, mevrouw. Gaat ze ervoor lopen? Ze gaat ervoor lopen. Moet ik ze op de hemel omlopen? Zit een Corsola. Corsola zijn super awesome. Maar Corsola, jij gaat dood door een headbutt. Ook doet het heel weinig damage blijkbaar. Oh, je bent zeker een rock type. Ik doe een bite op jou. Kijk, en nu ben je bijna dood. Je flinch. En ik doe nog een bite. En je bent dood, Corsola. Er komt een Caterpie. Schattig. Laat de Caterpie maar zien. Wat is het toch een schatje? We gaan hem doodmaken. En Caterpie is dood. One hit kill. Nu komt er een Flareon. Ja hoor. Sapper evaluatie van Eevee. Laten we zien wat wij op hem kunnen doen. Wij doen gewoon een headbutt. En dan maken we hem gewoon 2 hit KO. We gaan voor die 2 hits. We gaan voor die 2 hits. Oh, bijna 1 hit. Maar hij doet Ember op mij. En dat doet wel 5 damage. Want ik ben een draken type. En ik doe nu een rage op jou, zodat je doodgaat. Easy Elo, easy life. Critical hit op de lijf. Alright, dat was makkelijk. Oké, we gaan even onze Pokémon healen. En dan zijn we zo terug. Nou jongens, ik ga deze battle beginnen natuurlijk met Coco Coco. Om natuurlijk kijken of dit. Of kijken hoe je het niet over nadenkt. Hè? Als ik als met een Hoothoot naar hem toe kom. Oké. Hi, I'm Whitney. Ik weet al wie je bent. You! I saw you at the radio tower just now. Ik weet het zeker. Anyone who's into Pokémon. So I got into it too. Oké, everyone's into it. Good for you. Pokémon are super cute. Jij bent super cute. Hashtag face. You want a battle? Let's go. I'm warning you. I'm good. You're not even good. You don't even have a Miltank. Want ja, it's randomized. Dus je hebt geen Miltank meer. Hoppakee. Je hebt 2 Pokémon's. En ik ga ze alle 2 rekken. Ze heeft een Diglett. Het begint mooi met een Diglett. En ik weet nou niet zeker of het alleen maar Ground-type aanval heeft. Of ook nog Rock-type aanvallen. Dus ik wil het niet gaan riskeren om natuurlijk Hoothoot natuurlijk nu dood te laten gaan. Want we kunnen hem nu natuurlijk wat levels gunnen. En hij doet. Oh my god. Electrovibe. Ik heb geen idee wat er gaande is. Maar nu heb ik wel. Oh my god, het is elektrische aanvallen. Maar nu heeft natuurlijk onze Coco meegedaan aan alle 2 battles al. Dus hij krijgt sowieso XP. Alright, chill. We doen lekker een headbutt op deze motherfucker. Hij doet low kick. Ja, het is nog niet heel veel damage. Niet heel veel damage. Wel redelijk wat. Meer dan 15. Maar mijn headbutt deed ongeveer de helft van zijn HP. Hij doet nog een low kick. Prima, prima. Doe maar, doe maar. Oh, nee. Niet doen, niet doen. Oh my god, ik ben bijna dood. Ik heb geen potions gekocht. Ik heb geen potions gekocht. Oh my god, hij is dood. Yes. Oh god, dat was niet slim. Coco is level 9. Lekker gedaan hoor. Hij leert pack. Ja hoor, pack zwollen. Oké, dit is heel intens jongens. Gaat Bacon het halen? Gaat Coco nog een keer level up? Het is sowieso dat Coco level up is. Lekker gedaan. Het lijkt me slim dat we eventjes HM-stat in gaan zetten. HM-stat, hallo, gezellig dat je er bent. Dan gaan we onze potions natuurlijk gebruiken om natuurlijk onze Bacon te healen voor 20 HP. En zolang HM-stat niet doodgaat, kunnen we natuurlijk en blijven healen voor 20 HP. Hoppakee, nog een keer 20 HP erbij. Lekker hoor. En dan doet het leuk Earthquake of Magnitude. En hij is... Hamstead is nog niet eens dood, man. Holy shit, hij is level 5. En holy shit, dit is fucking awesome. Oh, kut, ik heb Hamstead Oh my god, dit is zo dom. Het was niet de bedoeling dat ik Hamstead ging... Oké, sorry. Maar Hamstead is nog steeds niet dood. What the fuck? Hij krijgt gewoon een tikkie en hij is nog steeds niet dood. Oké, rustig denken. Bacon HP geven. Nice. Hamstead, ga maar dood. Niemand mag jou. Maar nu moet ik ineens zo bedenken. Hamstead gaat bijna niet dood. En Coco is nog sterker. Die is natuurlijk 2 keer zo sterk, omdat hij 2 keer zoveel levels heeft. Laat ik Coco dan maar inzetten en gewoon... Weet je wat? Fuck it. Weet je? Hypnosis. Hoppakee. Raak hem eens een keer, man. Coco, raak je fucking hypnosis. Ja, hij raakt hem. Hij raakt hem, jongens. Wie had dat ooit verwacht? Dat Coco's hypnosis ooit zou kunnen raken. Oké, pack is sowieso slecht tegen ground types. Dus ik ga gewoon een tackle doen. Ook was dat best ook slecht. Maar ik denk dat Coco hem wel kan verslaan. En ik weet niet. Heeft. Nee, voor mij heeft dingen nog niet meegedaan in deze Battle Bacon. Dus ik kan dit denk ik best wel doen als Coco zijnde. En hij is wakker geworden. Hij doet growl. Nee, mijn attack gaat weer naar beneden. Kijken hoeveel een pack doet. Misschien doet het
lijkt wel iets meer. Ja, growl, hou eens op met je growl, man. Zometeen wordt het echt 1 HP tikkie zal ik geven. Ja hoor, sappig. Dan laten we gewoon packs blijven doen. Packs zwollen. We gaan voor die packs zwollen, jongens. Packs zwollen, blijven packs zwollen voor die patch. Kom op, kom op, kom op. Packs zwollen, packs zwollen. Go, 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 go. Pack, 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 pack. Oh mijn god, ik doe echt bijna geen damage meer. Holy shit, hij blijft maar growl doen. Oh my fucking god, waarom doe je dit zo? Oh my god, ik doe echt serieus nummer 1 HP damage. Ja, dat heeft natuurlijk geen effect op mij, want ik ben een vliegtype. Maar kom op, zeg. Dit gaat eeuwenlang duren. Oh my god, een critical hit. Een critical hit. Thank you, Coco God. Thank you for that. Oh my god, dat had ik echt even nodig. Ja hoor, kijk hoe lekker voor XP. Coco heeft gekregen. Gewoon een 1 level up erbij. Level 11, lekker trainen, lekker sappig, lekker doodgaan. Echt. Ah, inderdaad, Winnie. Ik heb jou vermoord. Ik krijg een sappige badge van jou. Sniffy Hick, you meanie. Waar blijft mijn badge? Ik heb geen badge gekregen. Fuck you, Whitney. Gun jij me een badge, dan gun jij mij een like. En ik zie de volgende aflevering van Pokémon Motherfucking Heart Gold. En veel mening, dat is later, later. Het is echt precies hetzelfde met als je een werkstuk aan het maken bent, weet je wel. Ben je bijna klaar en wat gebeurt er dan? Dan crash je computer of je Word of iets in die richting en dan gaat het heel raar doen. Ja, en dan ben je fucked omdat je geen Ctrl-S hebt gedrukt. Ja.